Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. En dit is alweer aflevering 51 uit mijn hoofd. En vandaag gaan wij eigenlijk weer wat heel gaafs doen. We gaan verder bouwen aan Disney Unique. En wat valt daar nog aan te bouwen? Nou, echt meer dan genoeg. We gaan namelijk de groene giga-achtbaan gaan wij een beetje mooier maken. En dat allemaal in deze aflevering. Ik bedoel, hij ziet er een beetje saai uit. Kijk, vanaf deze kant, hè, ik bedoel, er zit geen watervijvertjes in. Dit vijvertje kunnen we beter met dit verbinden. Zie je het allemaal? Het is allemaal een beetje krap. En ik vind dat er ook nog wat meer boompjes moeten komen. Dus daar gaan we gewoon mee beginnen. Ik ga eerst even wat dingetjes weghalen. Zoals je zag was dat echt een ontzettend grote steen. Ik vind ook dat we wat ondersteuning moeten gaan aanbrengen aan deze coaster. Want heel veel ondersteuning klopt ook niet meer zoals je ziet. En hier staat er ook één in het midden, gewoon wilde weg. Die rode moeten we allemaal weg gaan halen. Kortom, we moeten de giga-achtbaan mooier laten eruit zien. Want het is wel een van de leukere achtbaantjes voor familiegerechten. Het zit ook helemaal vol, zoals je ziet. En laten wij dat eens even mee beginnen. Ik wil eerst dit eventjes gaan koppelen aan elkaar. Dus we gaan eens eventjes dit leegmaken. Ik ga wel een beetje mijn tool een beetje groter maken. Ik denk 10 is misschien te groot. Ik doe het op 6, denk ik. Ja, nee, iets lager nog. Ik denk zelfs 4. Ja, 4 is beter. Kijk. Dan ga ik hem even hoog maken als die. Klaar. Nee, moet dit natuurlijk wel een beetje mooi afwerken. Want daar is het natuurlijk wel een vijvertje voor. En ik moest even mijn televisie iets van regelen. Die valt altijd na zoveel seconden uit. Heel vervelend, maar het is gewoon niet anders. Zo. Deze doen we een beetje zo. En dan gaan we eens kijken hoe we dit mooi kunnen toevoegen. Want ik moet even kijken hoe hoog of hoe laag we het water kunnen maken. Aangezien het nu natuurlijk zo doorloopt naar dit. Ik ben heel benieuwd. Ik ga het gewoon eens proberen. Hoe ver komt het water? Oh, nou redelijk ver. Ik geloof dat dit al gewoon genoeg is. Kunnen we hem nog hoger doen? Nee, dit is echt het hoogste wat we kunnen doen. En het laagste is denk ik dit. Maar dat ziet er niet uit. Dus hier krijg je nog een beetje weerspiegeling van de achtbaan. En ik vind het er leuk uitzien op deze manier. Ja, ik vind dit kan wel door de bocht. Misschien moeten we dit aarde gaan veranderen en iets van een schotje tegenaan zetten. Want ja, dit ziet er niet heel erg netjes uit, vind ik zelf. Dus we kunnen daar beter iets van leuks van maken met iets van hout. Dus ik pak even de Shy Guy set van de... Ja, hoe heet die set ook alweer? Ik heb het een tijdje weer niet gespeeld. Je merkt het, je vergeet gewoon de naam. Maar als ik hem ziet in de Catfish Cove, daar komt hij al. Hij schiet gelijk te binnen. Catfish Cove, daar komt het helemaal goed. En terwijl de mensen genieten van de ritje achtbaan, gaan wij door met bouwen. En zoek ik even het schot op. En dat wil ik wel een beetje door... Die stenen zijn misschien mooi. Maar dat zwarte ben ik dan weer geen fan van. Dit is weer een keuze die we moeten maken in Rollercoaster. Je wordt er nooit echt vrolijk van, maar ik denk dat het lichte hout beter staat dan dit zwart. En je kan dat ook de kleur niet veranderen, dus dat is echt heel jammer. Dus we gaan even naar de muur kijken. Die staat op zijn lichtst hout. Dus als we die plaatsen, krijg je dus dit idee. Ik weet niet of het er mooi uitziet of dit. Nee, het moet dit, denk ik. Ja, zeker weten. Dit is zeker weten beter dan niks, denk ik. Ja, dit ziet er veel beter uit, dat hout. Ik ga het neerzetten. Ik weet niet hoe jullie erover denken, maar het ziet er niet heel lelijk uit. Ik denk dat ik het hier schuin moet laten gaan. Dus als we nou... Oh, dat gaat haast niet. Hebben we een beetje minder schuin, deze? Zou dat passen, denk je? Oh, dit ziet er nog netjes uit. Zeker weten. En als we dit laten zakken zo, kijk. Nou, dit kan toch? Ik zie wel als ik het beeld beweeg dat het een beetje flikkert. Hè? Alsof Gerrit Joling ertussen zit of zo. Ik weet het niet. Ik pak gewoon die wall. Oh, dat komt in het water of zo, flikkert die. Nou, dat geeft niet. We gaan dit gewoon een beetje netjes maken. Zoals ik het beloofd. Hier komt een hoekje. Dan maak ik hem zo. Ik weet niet waarom ik dat hoekje had gedaan. Dus ik denk dat we dat dadelijk maar weer gaan opvullen. Dus ik ga daar geen stukje hout in zetten, anders gaat hij dadelijk moeilijk doen. Dan gaat hij dat stuk hout weer omhoog gooien. Je weet hoe dat gaat. En zo ga ik heel de zijkant ga ik een beetje behouteren. Ik weet niet of er echt een woord voor is. Behouteren. Ik heb het net bedacht. Is het mooi? Ik hoop het. De busjes staan daar. Lopen zelfs mensen. Lopen mensen buiten het park. Mensen, zo raak je verdwaald als je hier loopt. Ik moet eigenlijk een bordje neerzetten dat je daar niet heen mag lopen. Maar het is wel realistisch. Die mensen komen eigenlijk zogenaamd uit hun auto. En lopen ze naar de ingang. Ik moet echt hier iets neer gaan zetten, want dit is niet de goede kant voor de mensen. Ik geloof dat je zoiets wel kan neerzetten. Dan moet ik het wel gaan zoeken. Ik denk bij de bankjes. En daar heb je zo'n... Hier, zo'n banierbord heet het. En ik geloof dat je banierbord kan instellen wat erop komt te staan. Ik weet het niet zeker, maar laten we het eens proberen. Kijk, een banierbord heb je... Kan je niet verboden toegang erop zetten? Even kijken. Moet hem wel selecteren, anders lukt het niet. Banierbord? Nee, bij deze kan je dus helemaal niks. Verboden toegang. Juist.
Kijk, verboden toegang. Het staat er ook op. Mensen mogen er niet meer naartoe. Huppakee. Ik hoop wel dat ze dan, zeg maar, daar doorheen kunnen. Want dat het, ik weet niet aan welke kant het geldt. Dus dan moeten we even gaan testen met een bezoeker. Kunnen we even een bezoeker oprapen? Deze bezoeker. Dag meneer. Hoe rapen we jou op? Hier zo. Ik sleep je mee en ik ga eens kijken. Kan diegene naar de uitgang? Moet wel de goede kant op lopen. Kom, goede kant op. Nee, wacht, ik zet hem hier naartoe. En dan kan die niet meer door die ingang. Let maar op. Ja, mevrouw, lopen. Kom op, ik heb u net geplaatst. Ik wil weten of het werkt. Ze is verdwaald, zie ik. Kom op, verdwaald. En als ik haar hier neerzet, ontmoet groep. Nou, daar heb je dus helemaal geen moer aan. Dus als ik nou deze vrouw hier pakt. Hier, zwerft rond. Deze persoon is buiten het gebied. Och, kom op. Oh, dit is nog niet in mijn attractie. Dus dat maakt helemaal geen moer uit. Oké, ik snap hem. Dit hoort zeg maar nog niet bij mijn pretpark. Dus daar kan ik eigenlijk niks over zeggen. Ik vind het goed. Prima, ik ben het ermee eens. Oké, nu gaan we het ergste doen. Dat is ondersteuning. Ik vind het geen leuk ding. Omdat het is veel werk. Maar we kunnen wel een stukje eventjes laten zien hoe ik dat precies aanpak. Voor de mensen die willen weten hoe je dat zoiets moet aanpakken. Maar dat is eigenlijk heel logisch. Je pakt Steelworks. Dat is van J-Cat Steelworks. Ik moest even zoeken. Ik was even vergeten. Maar J-Cat is dus degene die de set heeft gemaakt. En wat we gaan doen is even de support killer vangen. En dan gaan we die hele lelijke rode ondersteuningetjes die de baan heeft gemaakt. Gaan we weghalen door dat onzichtbare blokje onderin te zetten. Zodat die ondersteuningetjes verdwijnen van de achtbaan af. En dan dat moeten we dus op alle ondersteuningetjes doen. Dat is echt veel werk, ik weet het. En op een gegeven moment dan ziet het er wel weer leuker uit, zeg maar. Dus het resultaat mag er wezen. Het is niet dat je het voor niks doet, zeg maar. Dat scheelt. We hebben een melding gekregen dat we meer kraampjes moeten maken voor dorstige mensen. Dus wat meer limonadezuiptentjes. Ik vind het goed. Dus dat is eigenlijk nu de missie die we nu moeten doen. Dus ik word eigenlijk weer... Ik wil eerst even die ondersteuningen afmaken. Want dat is een probleem. Dat moet eerst gewoon gedaan worden. Zo. Ga maar even. Support killers. Huppakee. Jullie zijn allemaal weg. Ik zie geen rood meer over. Dat is mooi. Want het ziet gelijk een stuk beter uit. En dan gaan we dus even een kraampje maken voor wat drinken. Voor wat zuipen. Ik denk dat we in de Main Street maar eens even wat meer zuipen moeten toepassen. Want hier staat namelijk een frietkraampje. En geen drankkraampje. Je kan ergens drinken halen. Dus ik geef toe, misschien is er wel iets te weinig drinken. Dus ik ga hier een frisdrankkraampje even proberen hier neer te zetten. Het lukt gewoon niet. Waarom lukt het niet? Staat er iets in de weg of zo? Niet dat ik weet of kan zien. Misschien daarachter heb ik iets gemaakt. Nee, het zijn allemaal custom sceneries. Dus ik zou niet weten wat er in de weg staat. Nou, dan gaan we hem daar niet neerzetten. Jammer, want het was wel een prachtig plekje natuurlijk. Dat begrijp je zo ook wel. Dan gaan we kijken naar de andere kant van de Main Street. Want misschien hebben we daar nog wat plek om een frietkraam of een drankkraam in te zetten. Ik denk dat die hier misschien wel kan. Als we dit pad weghalen. Kom op jongens, we kunnen toch wel... Wat zit er in de weg? Zit die boom, die struik hier in de weg? Nee toch? Ja, oh die struik zat in de weg. Nou ja, goed. Oké, ik heb het gedaan. Ik heb een drankkraampje neergezet in een gebouwtje. Dan moeten we natuurlijk ook wat bankjes neer gaan zetten. Ik doe even heel snel dit, zodat het bankje die we nodig hebben sneller tevoorschijn komt. Tevoorschijn. Kijk, komt het bankje al tevoorschijn. Die staat in de lantaarnpaal. Die halen we dus even weg. Dat ziet er wat netter uit. Ik plaats hier nog een bankje. Hier nog een bankje. En hier. Dan kunnen mensen nog een beetje gaan zitten, hè. Als ze kunnen zitten, dan kunnen ze dat niet. Maar nu dus wel. Dus dat is wel ideaal. En ook voor... Ja, nou goed, dan kunnen ze een ballonnetje dino ballon halen. Weet ik het allemaal hoe dat heet. En hier kunnen mensen ook nog wel zitten, denk ik. Zo. En hier ook nog een bankje. En eens even kijken, waar kunnen we nog meer een bankje dumpen? Nou, dit waren wel genoeg bankjes. Ik denk dat we ook aan prullenbakjes moeten denken dadelijk. Hebben we een plek voor een prullenbakje? Dat is even de vraag nu. Prullenbakjes aanzetten. En dan pakken wij gewoon de simpele prullenbak. Wat is een simpele prullenbak? Gewoon de standaard prullenbak in de game. Dus dat is even kijken, waar staat hier een ronde koker is het? Hier, gewoon een vuilnisbak. Heel simpel. En die zetten we dan hier zo. En nog eentje iets verderop, omdat hier dus helemaal niks is. Daar zo, ja. Doen we ook aan de andere kant gelijk. Heb ik daar ook weer prullenbakjes neergezet. Hier zo. Er zit een stuk pad onder de tegels. En hier zo. Nou, prachtig. Beter kan je niet hebben. Dus ik hoop dat hier wel wat drinken wordt verkocht. Ik zie twee kinderen met een lekker fris drankje in de handen. Moet je kijken. Nou mannen, we hebben lekker een fris drankje. Wat is het? Het is groene sap. En die ene heeft ook een... Net verdomme, een frietkoker.
Het is gewoon geen pak sap meer. Nou, maar goed, dat is misschien makkelijker dan ronde objecten te maken. Ze hebben allemaal drinken, de familie gaat met frisdrank en al door het park heen. Ik vind het helemaal goed. Die monorail gaan we echt wel slopen, denk ik hoor. Er zit echt, ik zie het nut niet meer van de monorail. Ik denk dat we het station ook weer bijvoorbeeld anders gaan gebruiken. Want ik wou hier misschien wel iets van een vette achtbaan voor maken. Dus we zeggen gedag met de achtbaan. Ik besluit het nu gewoon te plekken. Daarom is het misschien wel een leuke serie. Onverwachts gebeuren de dingen in deze serie. Dus nu moet ik alle ondersteuning gaan weghalen. Alle blauwe ondersteuning niet te missen. Zo, daar ben ik weer. En ik heb eigenlijk een hoop werk verricht in de tussentijd, terwijl ik even een pauze nam. Ik heb ook totaal andere kleding aan. En ik heb alle ondersteuning toegevoegd aan deze achtbaan, de paarse ondersteuning. En ik heb ook een gebouwtje gemaakt, alleen was ik nog niet zo blij over de piek die ik erop heb gemaakt. Dus ik denk dat ik die er gewoon afhaal, want ja, ik vind het er zelf niet zo heel mooi uitzien. Maar het zijn zeg maar een paar lagen en ik heb een vloertje gebruikt. En nog zo'n torrentje, dus die haal ik eraf en dan wordt het zoiets. Het leek me leuk om afgeschoten te worden en dat je onder een tunneltje doorgaat. Dat leek me wel leuk. En ook een beetje de kleuren van de attractie met het paars dakje. Wat me ook leuk leek, is dat ik hier wat ging bouwen hier op de berg. Omdat het anders geen nut heeft om hier de trap op te gaan en niks te hebben. Dus ik dacht aan iets heel gaafs en ik laat het zo zien wat het is. Ik wil eerst een station neerzetten voor de nieuwe kinderachtbaan. En ik weet ongeveer wat ik ga maken. Ik zag hem bij Structure staan. Ik heb het niet zelf gemaakt. Dat zeg ik je eerlijk. Maar ik wil dat ik gewoon iets maak dat ik het wel aanpas. En dat het gewoon totaal mooi oogt. Dus ik ga het wel aankleden, maar op een andere manier. Ik laat gewoon zien welke ik wil. Dus de entries. Even zoeken. Nee, was Atlantis niet. Wat was het nou? Medieval Entrace? Bridge Station. Ik denk ook deze. Ja, deze was het. En kijk, het ziet er heel groot en mooi uit. Maar dat gaan we dus nog even aankleden. Als ik hem hier plaats, denk ik dat het heel vet wordt. Even kijken of dat mooi uitkomt. Hier zou moet ik hem plaatsen. In 3, 2, 1. Klik! En daar staat hij. Helemaal in de medieval setting. En ik vind hem echt super schön. Er moeten nog wat dingen aangepast worden of niet. Nee, het is gewoon compleet zo. Gaaf. Ik vind hem heel mooi. Ik vind hem leuk. Ik zie nog wel hier een plafondetje. Of er moet een vloertje in, zie ik. Zie je, want hier is geen vloertje in. Dus dat ga ik er nu gelijk in doen. En dit klopt natuurlijk niet, want je gaat door het paleis heen. Dus ik ga sowieso een aantal aanpassingen doen. Wat ik zei van, het is niet door mij gemaakt dit paleisje. Maar ik ga het wel aanpassen dat het gewoon mooier wordt. En dat vind ik leuker dan zelf totaal iets bouwen. Ik kan het wel, maar het kost gewoon ook heel veel tijd. Dus zoals je ziet is het een... Hier moet ik gewoon wat dingetjes verwijderen zo. Heel simpel. Dit poortje gaat weg. Deze muur gaat ook weer weg. En deze raampjes. En dan kan dat balkje blijven staan denk ik. Want die raakt hij net niet. De rails. Volgens mij. Even kijken. Nee, die raakt hij net niet. Ik wil een plafondetje erin doen. Dus een soort van vloertje. En ik moet ook een grondje erin doen. Want je ziet ook gras. Dus ik moet wel wat dingetjes aanpassen. Dus ik ga gelijk naar de medieval set. En dat bedoel ik, dat vind ik dan iets leuker zelf aanpassen dan dat ik compleet iets van eigen bodem bouw, zeg maar. En dat heb ik bij bijna alle attracties in mijn park. Maar dat wil ik wel even mededelen, dat eerlijk tegen jullie zijn, dat ik dat dus op die manier doe. Zo, we gaan hier zo'n vloertje zetten zo. Nou, dat ziet er leuk uit, dat loopt helemaal door. Tot daar, dat vind ik leuk. Kan dit niet weg hier? Dit torch dingetje moet weg. En dit stukje gaan we weghalen, dat ziet er ook raar uit. En ik hoor de achtbaan. Nee, er kwam de achtbaan net voorbij, zag je het? En hier gaan we ook een vloertje in maken, denk ik. Maar ik moet sowieso kijken hoe we de uitgang doen. Of de ingang, want er staat een boomkaart in. Dat ziet er dan weer niet uit. Dus dit moeten we sowieso gaan aanpassen. Zo. En eens even kijken hoe we dit gaan doen. Want we kunnen hier ook het vloertje zo doen. Kijk, ziet er wat leuker uit, denk ik. Hier een vloertje en daar. En waar is de... Daar is de... uitgang op die plek. En hier kan je ook naartoe voor wat te drinken te halen of zo dadelijk. Dat is misschien wel een leuk ideetje. Dus je moet sowieso het gebouw in.
En kan je dus helemaal daarheen. En daar, en dan doen we daar in het hoekje, maken we een drankraampje of zo. Of iets van een eetentje, dat lijkt me ook leuk. Even kijken wat er iets in de setting past. De limonadestal, die past er wel leuk bij, vind ik. Vind je niet? Wel een beetje zo'n setting, zo'n middeleeuws. Het is wel Wild West, maar dat zien we dan, daar zien we dan even doorheen. De uitgang. Is natuurlijk wel gaaf als het zo linkt aan dit. Maar het is leuk als die natuurlijk de uitloopt, dan is het wat origineler. Ik ga wat nieuws maken. Ik ga hem anders doen. Ik hoor iemand kotsen, dat is niet goed. Dit ga ik zo doen. En dan loopt het via de buitenkant. Loopt het uitgang, dat vind ik leuk. Door de bloemetjes. De bloemetjes moet ik weghalen. Zo. Dan zie je ook nog wat van de attractie namelijk. Zo. En dan moet hij daar ook doorheen. Dus dan moeten we de baan een beetje aanpassen hier. Tjak, 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 tjak. Kan ik hem al plaatsen? Even kijken. Nee, ik kan nog niks plaatsen. Waarom kan ik daar niks plaatsen? Zit er iets in de weg hier? Oh, dat struikje. Ja. Zo. Zoiets. Leek me leuker. Ja. Leek me veel gezelliger staan. Het ziet er leuker uit of zo. Ja, dat vind ik gaaf. Dit oogt ook een beetje bij de rest van het park. En ik wou dat nog een keer aanpassen. Of toepassen. Hier zo. Zodat jullie weten hoe ik dat doe. Ik pak de structures. Ik heb er een hele hoop. En dan gaan we naar de entries. En het heet de entries medieval. 2 van de 3. En die wou ik dan laden. En die wou ik plaatsen hier. En eens even kijken hoe dat eruit zag. Tegen de muur aan. Maar ik weet niet hoe dat eruit ziet. Nee, ik denk niet dat dat hier eruit ziet. Nee, dan gaat dat niet plaatsen. Maar ik vond het hier nog een beetje kaal bij die rotsen. Dus ik wou hier nog wel sowieso een gebouw plaatsen of zo. Maar dan ga ik nog even later eens kijken wat ik daar het beste kan doen. Dan gaan we ons eerst bemoeien met deze, de uitgang van dit. Want sowieso moet deze uitgang een mooiere kleur krijgen. En dit klopt ook niet. Dit moet open worden gemaakt. Zo, dat mensen er overheen kunnen lopen. En hier is het al goed gegaan. Alleen dit muurtje mis ik aan de zijkant hier. Dus dat gaan we bijbouwen. Het is toch wat. Het is een gedoe. Het is zeker een gedoe. Medieval setting. Waar staat je? Hier zo. Medieval setting. En deze bedoelen de base. Base. Hallo, can you go? En hier staat hij precies daar. En daar staat hij achter het rekje. Dus ik ga deze verwijderen. En dan maak ik deze hier achter het rekje. Zo, dus beter. En dan maak ik hem ook hier tegenaan. Zo, op die manier. Ja, ik vind de stijl wel leuk. Op zich. Ja, ik vind het wel wat hebben dat je zo naar binnen gaat. En dan laten we dit zo doorlopen met dit, denk ik. Dat je een beetje die stijl aanhoudt. Dus dan doe je dit. Zo. Hoppakee. En doen we dat ook aan de andere kant. We knippen en maar plakken erop los. Ik maak de hekjes. Kijk, die is niet goed volgens mij. Die staat hier. Oh, die staat wel erachter. Mooi. Ja, nu staat hij ervoor. Kijk, hij moet achter het hekje staan. Zo, op die manier. En ik doe hem dan ook daar. Voor de zekerheid dat je weet van zo moet ik lopen. En dan kan ik hem ook het beste zo doen. Juist. Dan sluit hij mooi aan. Hier wil ik hem ook nog even doen. Heb ik hem goed geplaatst? Ja. Zo gaat hij goed, denk ik. Alhoewel, dit is wel vreemd dat hekje. Maar dat komt wel overeen met dit. Dus je moet hem sowieso aansluiten. Dus we moeten een soort van rondje maken, denk ik. Een soort van boogje, als we dat hebben. Dat hebben we wel, de gate. We kunnen wel gaan gebruiken, denk ik. Als we die nou hier plaatsen en in omhoog. Dan sluit het mooi aan. Alleen die hoekjes moeten we nog even gaan mooi maken. Door een paaltje neer te zetten. Zijn die paaltjes ook hier aanwezig? Dat zou heel mooi zijn, namelijk. Misschien hier zo. Paaltjes, gewoon dikke paaltjes. Anders moet ik een Shy Guys set kijken. Daar heb ik niet zo zin in. Hier, hebben we hier wat? Gate Base. Gate Base 2. Nee, dat is hem niet. Dat zijn geen mooie paaltjes. Ik vind het wel leuk om dit te doen trouwens. Even kijken, gaat hij hem nou erin plaatsen of buiten? Zoiets, ja, kijk. Zie je het? Dat is gaaf. Zo'n hekje waar je onderdoor gaat. Maar ik vind het jammer dat die paaltjes niet bij die set staan. Dat is heel triest. Dat is jammer. Oh, hier, ja, van die touwtjes. Ja, maar die zijn veel te dik, joh. Ik zou wel die... Ja, ik zou dit wel kunnen gebruiken, maar dat ogen denk ik niet zo mooi op zich. En nou ja... Nee, dat vind ik... We mogen iets dunner. Ik weet niet of ze iets dunner zijn. Deze? Ja, die zijn misschien wel iets beter, denk ik. Moet ik hem daar ook plaatsen?
En hier ook op de hoek. Zo. En dan maak ik dan aan de... Nou, dan maak ik daar ook een boogje, hoor. Dan vind ik dat leuker. Ik kan ook gelijk deze pakken. Dan heb je gelijk een tunneltje. Maar dan heb je die opening niet. Dat is jammer. Ik pak de boogjes. Scrollen. Scroll tycoon. Rollen, scrollen tycoon. Ik pak eigenlijk gelijk het dakje. Het dakje. Zo, dit is het dakje. Kijk, die gaan we hier plaatsen. Het ziet er niet uit. Het dakje staat helemaal niet goed nu, zie ik ook. Dat hoort erin te staan en niet erbuiten. Dus we moeten hem opnieuw plaatsen. Zo. Zo moeten we hem plaatsen. En dan moet het hekwerk moet dan ook weg. Moeten we dan opnieuw plaatsen zometeen. Hier gaan we nog zo'n boogje maken. Kijk, lijkt net een dingetje waar je onderdoor gaat. En dan doen we hier de double gate. Zo. En nou is die perfect. Superleuk. En dan maken we hier bij de ingang maken we ook zo'n gate. Waar je onderdoor gaat. Maar die maken we iets lager. En dan doe ik wel zo'n topje op. Zo. Zo'n klein topje. En doe ik de zijkanten moeten dan dicht zijn. Dus met een wallstone. Zo. En dan draaien en dan hier plaatsen zo. En dan moet hij aan de andere kant moet hij ook een gate hebben. Gate! Hier zo. Daar staat hij. Hoppa. Oh, dan moet ik hem draaien nog even twee keer. Huppakee. Shout. Nou, dit is leuk. Dit is een leuke ingang zo. En misschien moeten we nog wat meer gaan aanpassen. Misschien overdekken of zo, die ingang. Ik vind het nog een beetje kaal, maar het is wel leuk. Het heeft wel iets dat je door die plantenthematisatie gaat. Dus ik vind dat dan wel heel gaaf. Ik vind het zwart is heel lelijk van de ingang. Of de padkleur. Dus die ga ik wel eventjes aanpassen. Dus dan moet ik even op de achtbaan klikken. En dan klikken wij op deze. En dan kunnen wij het pad aanpassen. Dan doe ik iets met wit, maar dan laat ik ook iets van bruin terugkomen. En iets van wit weer. Kijk, dit oogt wel iets. Ik denk dat het bruin, dat we dat misschien met zwart kunnen aanpassen. Juist. Misschien kunnen we zelfs een padkleur maken, dat het niet echt een ingang lijkt. Sowieso gaan we dit pad nog helemaal aanpassen met deze kleur die hier zit, dat zwart. Dat ga ik in de volgende aflevering doen. Dan gaan we de ondersteuning wel aanpassen van deze achtbaan, want daar heb ik ook alles de ondersteuning alvast weggehaald voor jullie. Want dat was een rotwerk. En deze achtbaan gaat nog een beetje beter moderniseren met planten en omgevingen. Want het ziet er nog niet compleet uit. En de ondersteuning moeten we ook nog even kijken of we dat handmatig gaan doen. Dus ja, dit was de aflevering. Ik hoop dat je een leuke aflevering vond. En vergeet niet een like te geven en te abonneren in het midden van het scherm. Zie ik je volgende keer terug bij een nieuwe Rollercoaster Tycoon. Doei doei!